Dat was zo'n Ajax. Ja, we zijn al begonnen. Wim Kieft is er vandaag. Begonnen. We zijn begonnen, Wim. Een oer-Amsterdamse gast in een Rotterdamse talkshow met een speciale reden. Ja. Komen we zo op terug. Leuk dat je er bent. Ja, gezellig. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Wim, jij zit naar de Kuip te kijken. Ja. Wat heb je met dit stadion eigenlijk? Ik ben natuurlijk ook liefhebber. Hè? Ja. Ik heb er gevoetbald. Ja. En ik tegen Feyenoord natuurlijk, maar ook met Nederlands elftal. En ik heb er vaak gewerkt in mijn hoedanigheid van voetbalanalist. Ja. Waarom ga je nou lachen? Ik ook dat vind ik allemaal van het gewichtige gedoe. Ja. Nee, ik vind altijd, kijk, wat het leuke is aan wat ik doe, is dat je mag gewoon een beetje verkondigen wat je vindt. Ja. Dus je kijkt naar een wedstrijd net zoals jij doet en dan gaan we er heel gewichtig over doen. En we gaan er net doen of het heel allemaal het daadwerkelijk toe doet. Maar het is natuurlijk meer gewoon als liefhebber dat je een beetje zit te kijken. Vind je in coronavoetbal onbelangrijker geworden? Nou, nee hoor. Nee, helemaal niet. Het is ook nog het enige uitje wat ik heb tegenwoordig. Kijk, ik greep het ook met twee handen aan om hier te komen vandaag. Je zei gelijk, ja? Ja? Ik was blij. Nou ja, daar moet ik jou ook een aardig gozer vinden natuurlijk. Maar ook gewoon... kijk, ik heb natuurlijk wel mijn werkzaamheden. Ja. En dat draait natuurlijk allemaal om het voetbal. En zeg maar... de wedstrijden die gaan gewoon door. En het is natuurlijk allemaal op tv en VI. Ik zie daar Johan Derks op beeld staan. Ja. Dat gaat natuurlijk ook allemaal door. Ja. Dus vanavond ga ik dan naar de studio voor... Tegen wie speelt ze? Juventus Porto. Juventus Porto, ja. Die was slecht, jongen, die wedstrijd. Die heen wedstrijd, 1-0 of 2-1. En morgen weer, weet je. En zo is er altijd wel wat te doen. Alleen ja, ik kom eigenlijk nooit meer in stadions. Nee. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond dit een beetje een goedkope inkopper, denk jij misschien. Maar dit waren natuurlijk wel de speciale uitjes om naar de Kuip te gaan. Ja. En dan met name in die grote wedstrijden allemaal. Kijk, ik kwam hier voor het eerst, denk ik, in 1980. En dat heb ik ook nooit meer vergeten, want dat was die wedstrijd met Wim Jansen. De ijsbal op het hoofd. Hoe heeft hij het in zijn hoofd gehaald, Wim Jansen? Rotterdammers zullen zeggen dat hij naar Ajax ging. Maar hij kwam bij Ajax... Johan Cruijff zat er toen en Wim kwam toen. En zijn eerste de beste wedstrijd die voor Ajax ging spelen was hier in de Kuip. Nou, wij kwamen met die bus aan. De stoeptegels die vlogen om tegen de ramen en tegen die bussen aan. En toen begon die warm-up natuurlijk. En er was sneeuw. Er lag heel veel sneeuw toen, of ijsel, weet ik veel wat het was. Ja, en toen gooide iemand uit het publiek die Wim Jansen zo die ijsbal op zijn oog. En die is toch nog gaan spelen. Dan heb je wel ballen, hè? Dan heb je wel ballen, ja. Dat ging je doen. Hij is hier geweest met zijn zoon Wim Jansen, die je ook kent. Ja, die ken ik ook. Fijne mensen. Ja, ik kom Wim nog wel eens tegen. Als ik wel eens wat in het land doe of zo. Ja. Of zijn zoon heeft het georganiseerd. Of jij hebt het georganiseerd. Ja. En het zijn natuurlijk enorme aardige mensen. Maar dat vergeet ik echt nooit. En hij moest ook uitvallen na 10 minuten al. Ja. Ja. Ik had gedacht, nou, ik krijg die ijsbal op mijn oog. Zoek het maar lekker uit. Hij gaat gelijk de catacombe in. Maar hij ging nog beginnen gewoon. Ik ga nog even zeggen, beste mensen. Dit is een interactieve talkshow. Je kijkt op Ruhr of op onze Facebookpagina. Je kunt meedoen door je vragen te stellen aan Wim Kieft. Dat kan. Je mag opmerkingen maken. En we gaan ook nog een keertje zeggen dat Wim met een speciale reden is. Dat maken we zo rond 10:30 bekend. Wim, je hebt van hem en van Cruijff veel meer geleerd dan van al mijn andere trainers. Hè? Ja. Hoe zit dat? Nou ja, kijk... Een trainer over het algemeen, die is natuurlijk veel meer bezig met de tactiek en systemen erin te slijpen. Dat denken ze dat gebeurt, maar ik denk dat die spelers het doen. En kijk, Cruijff en Jansen waren daarbij ook nog, daar stond je elke dag mee, voetbalde je elke dag mee. Dus daar kon je heel goed naar kijken van, nou ja, die doen het zo, of die neemt zo'n bal aan. Of ze zeiden van, neem die bal niet zo aan, maar neem hem anders aan. En je keek er natuurlijk ook naar van, nou ja, hoe doen hun dat dan, weet je? Want die waren al ouder, die waren 4,35 toen al. En dan kijk je naar, hoe leven die? En weet je, en ze bekommerden zich ook over je. Ja, ja. Nou, dat vond ik op zich al heel bijzonder, want dat deed bij Ajax, deed niemand dat. Echt voor niet? Nee. Ik heb me altijd herinnerd dat Ruud Krol, die bekeek je niet eens of zo. Of die zei dan, die Ruud Krol, die zei een keer tegen mij van, dan had ik 3 goals gemaakt tegen het Excelsior van Joop van Dalen. Ja, ja. Joop speelde nog. Dus ik dacht, nou, dat is dan weer eens een kans om misschien een goal te maken of zo.
En dan zei die Ruud Krol altijd, dan kwam ik die kleedkamer in. En ik had helemaal niet zoveel last van wat ik dacht, nou, nu ben ik heel bijzonder of zo. En dan zei Ruud Krol, ja, kwam in de kleedkamer. Ja, als je nou maar niet gaat denken dat je de woensdag weer 3 maakt. Nee, dat denk ik inderdaad niet, Ruud. Het was ook onnodig dat je dat zei. Maar die weet je, in die tijd, zeg maar, dat was zeg maar na 74 en 78, weet je, de glorietijd van het Nederlandse voetbal. Ja, die gasten die bekommerden zich nooit om jonge spelers. En toen kwamen die twee, en het waren toen niet de minste. En toen dacht ik, oké, nou, zo kan het dus ook. Die namen je een beetje aan de hand. Ja, ook. Kijk, we hadden toen bij Ajax heel veel jonge spelers. Hè, die generatie, Rijkaard, Van Basten, Vaardenburg. Ze hadden nog een paar vergeten. En ja, dat vonden ze ook leuk, weet je. En dat is eigenlijk, denk ik, ook de bedoeling ervan. Dat als je ouder bent, weet je, een beetje probeert over te dragen wat je zelf hebt meegekregen. Het is op zijn minst aardig, attent en menselijk, zou je kunnen zeggen. Ja, dat waren ze zeker, ja. Ja. Was jij er ook bij, bedenk ik me nu? Je bent dus hier geweest met die ijsbal op het hoofd van Wim Jansen. Toen ja. Met het polletjesincident met Van Breukelen, of niet? Bij PSV. Nee, dat was weg. Dat was het jaar ervoor. Maar dat was nog volgens mij de tijd dat... Ja, in de jaren 80 ook, hoor. Ja. Ja, maar toen was ik in Italië, denk ik. Oh, dat was net voordat ik naar PSV ging. En dat vond ik ook zo'n wereldverhaal, want... Met Kenny Molenaar, die scoort namens Feyenoord. Ja. En dat hoorde ik van die Ronald Koeman. Die Ronald Koeman die had dus na afloop een interview gegeven. En die had gezegd van... als die keeper nou zulke fouten gaat maken, dan worden we natuurlijk nooit kampioen. Alleen, toen zaten ze in de bus op weg naar Eindhoven. En toen werd dat... interview uitgezonden bij Langs de Lijn. Van Breukelen, die werd helemaal knettergek natuurlijk. Hè? Ja, die wou vechten bijna, bij wijze van spreken. Dus nee, die wist hem niet mee. Nou, ik heb natuurlijk hier met Nederlands elftal, onder Kees Rijvers heb ik een aantal interlands nog gespeeld. Dat was nog met René van der Gijp. Ja, ja. Toen kwalificeerden we ons niet voor, ik weet niet meer, voor Mexico of voor... EK 84, denk ik. En Mexico 86 natuurlijk. Ja. Kreeg jij rood in Brussel, bedenk ik me nu. Ja, daar was ik ook al schuldig aan. Ik was eigenlijk schuldig aan de crisis van het Nederlandse voetbal. Ja, als we het helemaal terugbrengen, ligt het aan jou. Ja. Ik heb hier wel... En met PSV heb ik hier natuurlijk gespeeld. Maar Ajax-Feyenoord was veel speciaal. Feyenoord-Ajax was veel specialer dan Feyenoord-PSV. Je noemt de naam van René van der Gijp, hè? En René zegt altijd... Ik had in die tijd als jonge speler van PSV een beetje een hekel aan Ajax-ieden. Behalve aan Wim Kieft. Ja. En als ik de laatste weken hier zeg... We hebben in onze Rotterdamse talkshow Wim Kieft te gast. Zeggen ze nou, met die Ajax-ieden heb ik niet veel. Maar Wim vind ik het toch vergozen. Jezus, dat moet toch allemaal niet gek op worden, hè? Hoe komt dat, Wim? Ik heb geen idee. Nee, ik heb werkelijk geen... Ik weet het niet. Ik bedoel, misschien vinden ze me aardig. Misschien vinden ze me minder blabla hebben dan... Nou, laten we zo zeggen, veel Amsterdammers hebben. Heb je naam in je hoofd? Waar ik mezelf ook wel... Nee, maar je hebt natuurlijk dat Amsterdamse, dat beetje dat blufferige en die grootspraak die ze vaak wel hebben. Ja, dat slaat natuurlijk haaks op van... Hier is het allemaal natuurlijk veel nuchterder en veel... hier hebben ze niet zoveel grootspraak. Nee. En misschien dat het daardoor komt, ik heb geen idee. Ik hoor wel vaker van dat mensen me... Ik hoor ook wel heel vaak... En vooral thuis, dat ze me... Thuis vooral? Dat ze me... Ga je nou zeggen? In de media aardiger vinden dan thuis bijvoorbeeld, zegt mijn vrouw vaak. Echt waar? Ja, nee, geen idee. Ik zit een beetje te dollen, joh. Nou, ze zegt het wel soms, hoor. Maar jij hebt het relativeren bijna tot kunst verheven, hè? Is die vaststelling, klopt die eigenlijk? Ik wens de dingen wel nuchter te bekijken. Ja. Ik heb natuurlijk ook een klein alcoholprobleem gehad, hè, weet je. Maar ik heb, ik probeer het wel allemaal een beetje te relativeren. Die voetballerij, weet je, we gaan veel te snel met alles. Ja. En met talent ophemelen of op een prestatie heel groot maken. Terwijl, ja, een beetje rust en een beetje even kijken. Nou, zullen we eens even kijken hoe het nou daadwerkelijk allemaal zit. Mm-hmm, mm-hmm. Dat vind ik wel prettig. Hey, en dat zeg je terwijl je bij VI aan tafel zit. Ja. En je geacht wordt ook een scherpe mening te hebben. Nou ja, kijk, wat wel lekker is als je bij VI zit. Dan, kijk, die heren zijn zo ongenuanceerd dat het opvalt als je iets genuanceerder bent. Ja. Dus dat, maar ik vind dat altijd wel een feest, hoor. Ik moet je zeggen, weet je, dat zijn natuurlijk wel... persoonlijk, leuke persoonlijkheden, weet je. Er gebeurt altijd wel wat natuurlijk. En dus ik ga er elke dag met plezier naartoe, moet je zeggen. Of elke dag was het mij elke dag.
Hey, ik was het niet van plan, hè? Maar je zegt zelf net met een glimlach, ik heb natuurlijk een probleem gehad. Ja. Een alcoholprobleem gehad. Je bent in je boeken ongelooflijk open geweest. Is dat ook een reden dat mensen jou sympathiek vinden? Dat je gewoon eerlijk hebt gezegd wat er gebeurd is in jouw leven? Ja, ik weet dat niet of dat zo is. Weet je, ik bedoel, ik heb natuurlijk daar ook... Ja, dat moet je allemaal niet overdrijven. Ik heb er natuurlijk ook zelf voor gekozen om dat openbaar te maken. Mm-hmm. En dat was nou echt niet alleen maar om de mensen te waarschuwen voor het gevaar van alcohol en van drugs. Maar daar zat natuurlijk ook een financieel belang achter. Dat was de insteek destijds van het boek. Nou goed, daar ben ik dan heel open over geweest. Want ik had dan wel zoiets van, ja kijk, als je een hazer, dan moet je ook bees zeggen. Maar het is wel leuk achteraf gezien. Kijk, die boeken zijn wel een succes geworden. Dat je toch wel hoort van met name uit die kringen van de verslavingsproblematiek. Dat mensen daar wel wat, sommige mensen er wel wat van hebben opgestoken. Kijk, ik weet niet of het echt een compliment is, maar het was het meest gelezen boek in de gevangenis. In de gevangenis? In de gevangenis. En ik heb daar ook wel eens een paar praatjes gehouden. En wat natuurlijk wel is met die, die drugs, daar zitten allemaal stappen in. Hè? Ik bedoel, het begint met plezier. Maar je doet het uit plezier. Althans, dat deed ik. Ik kwam ermee in aanraking. En op een gegeven moment glij je steeds verder af. Want op een gegeven moment krijg je relationele problemen. Je krijgt financiële problemen. En als je die financiële problemen gaat opspelen... Nou, dan zou je heel snel in de criminaliteit kunnen belanden. Omdat je hebt geld nodig om aan je spullen te komen. Mm-hmm. En dat is met name in gevangenissen. Dat is herkenbaar voor die mensen in die gevangenissen. Mm-hmm. Want over het algemeen... Doe ik wel eens wat voor die verslavingsklinieken. Mm-hmm. Nou ja, dan probeer je een beetje jouw verhaal te vertellen. Dus ja, zodoende. Hij wil ik niet alle clichés uit de kast trekken, maar ik ga toch die vraag stellen. Heeft het je ook wat opgeleverd? Het feit dat je dat hebt meegemaakt en zo open bent geweest over? Het is voor jezelf een enorme bevrijding natuurlijk. Dat je eruit bent gekomen. Laten we hopen dat je eruit blijft, want dat blijft natuurlijk altijd een trigger ding, hè, die verslavingen. Maar dat gaat nu al enorm goed, al zes jaar denk ik, ben ik abstinent van alles. Wat heeft opgeleverd? Nou ja, dat je de draad weer hebt kunnen oppakken en daarbij helpt ook enorm dat je bekend bent. Want kijk, voor mij was er alweer heel snel werk te doen in die voetballerij, weet je. TV, dus dan genereer je weer inkomsten. En als je het dan langer volhoudt en het leven gaat weer een beetje omhoog. Nou ja, daar vertrouwen aan natuurlijk. Dus het heeft me wel wat opgeleverd. Anja Scholten-Pors reageert, sympathieke vent die Wim kieft naast Boskamp, de leukste aan tafel bij VI. Daar kunnen we niet van winnen. Nee, van deze is dat wel helemaal niet. Nee, toch? Van Jan kunnen we niet winnen. Wat ik zo leuk vind aan Jan, kijk, als we nu toch complimenten gaan uitdelen. Ja, Jan is zo enorm gek van het voetballen. Kijk, je hebt heel veel mensen in de voetballerij die bij de televisie werken en die zeggen dan van, die wedstrijd heb ik gezien en ik heb een wedstrijdje in Rusland nog gezien met die schotel en derde divisie in Spanje. Nou, ik ga er echt allemaal niet naar kijken. Maar ik denk dat Jan een van de weinigen is die dat echt doet. Die het allemaal ziet. Want dan willen ze zo laten blijken van, ja, wij volgen het allemaal wel, weet je. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hoef de maandag... Kijk, als ik moet werken maandags bij VI of op vrijdag, weet ik veel, dan word ik wel geacht om de belangrijkste dingen te zien. Ja, weet je, alle Nederlandse clubs en met name Ajax, Feyenoord, PSV. Nou, Europa League, Champions League, dat moet je dan allemaal wel zien. Maar kijk, afgelopen weekend een beetje samenvattingjes zitten kijken gewoon, weet je. Dus ik ga niet wedstrijden uit Saoedi-Arabië kijken. Nee, doe je niet? Ben je ermee gestopt? Nee, heb ik nooit gedaan. Nee, maar ik vind het heel leuk om het wel te volgen. Maar kijk, zoals Jan, die echt... En ik denk dat het waar is van Jan... Ja, dat doe ik allemaal niet. Jij zat bij Ziggo, hè? Ja. Toen kwam je terug naar VI, waar je voorheen ook al vaak te gast was. Is dat makkelijker voor je bij VI met mensen waar je misschien gevoelsmatig meer mee hebt dan bij Ziggo? Oh nee, kijk, ik heb daar...
heel lang gewerkt, hè, bij Ziggo. Vanaf het begin eigenlijk al. En dat is was dat, geloof ik, Supersport. En dan werd het weer Kanaal Plus. Mm-hmm. Dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Alleen op een gegeven moment kon ik, toen ik zeg maar, net uit de problemen kwam, ook financieel natuurlijk, kon ik bij Ziggo een heel mooi contract tekenen. Maar die wilde alleen maar exclusief. Oké. Okay. En dat hebben we nog geprobeerd. Ik zei, nou, laat me dan 2 keer per week bij VI zitten, want dat vind ik leuk. En nou ja, daar viel niet over te praten. Dus daar waren ze een beetje boos op me bij VI. Maar ik had zoiets, ja, ik moet hier nu gaan kiezen gewoon voor mijn inkomsten. Ja. Want ik moet een paar stapjes inhalen. Ja, nogal, ja. Een paar nogal. Nou ja, goed. En toen liep dat contract af bij Ziggo op een gegeven moment. En hun wilde hem al, VI wilde hem alweer heel graag terug hebben steeds. Johan en René en Wilfred. En toen kreeg ik weer een aanbieding van Ziggo. Voor weer 3 jaar. Toen heb ik gezegd, nee, maar dan wil ik niet exclusief meer. Want ik wil ook bij VI zitten. Ja, dat kon niet. Dat wilde Ziggo niet. Dus, nou ja. Toen was een stap makkelijk. En dat was een goede stap, hoor. Ja? Ik bedoel, ja, ik ben er ook niet minder van geworden. En het is alleen minder regelmatig. Ja. Het is, ik denk dat het totaal met die Champions League erbij is een keertje 40 per jaar. En bij Ziggo kon ik wel 80 doen. Ja, ja, ja. Maar goed, zo is het gegaan. Dus ik heb het enorm naar mijn zin. Ja, we hebben een aantal fragmenten van Wim bij VI op een rijtje gezet. Laten we even kijken met elkaar. John van der Bom, ja, ook baard. Die had ook een baard, ja. Dus, onze koning is echt een trendsetter. Maar ja. Baard of geen baard, Arno is wel heel stellig, toch? Ja, ja, Arno weet alles beter. Maar dat is hij al 30 jaar, 40 jaar. Hoe oud is hij? Die is veel ouder, trouwens. Hij is een stuk ouder. Ja. Hij gaat richting de 60, het is altijd, het is zwart of wit. Het is alles is stellig dat hij het zeker weet. En hij zit er best vaak naast. Hij zit best vaak naast, daar wel mee wegkomt. Denk je na over dingen die je gaat zeggen, Wim? Of gebeurt het gewoon daar allemaal? Ja, nee, dat gebeurt er allemaal. En, en als je daar zit, dan... En toevallig zat Bas... De mensen konden dit zien, namelijk. Ja, mensen hebben het gezien, ja. Ja, ja, dus als je het al 100 keer geroepen hebt en daar zit Bas Nijhuis erbij... en je, dan ga je wat anders vertellen, dan ben je natuurlijk ook niet geloofwaardig. Nee, kijk, nee. Het is een beetje inherent aan die voetbalwereld. TV-wereld... artiesten, weet je, of Diederik Gommers. Die is hier geweest trouwens. Diederik Gommers is hier geweest. Kijk, op een gegeven moment, als iedereen zegt dat je het goed doet, of ga je toch een beetje geloven dat dat ook daadwerkelijk zo is. Hè? Dat is onvermijdelijk bijna. En dat, dat vind ik altijd wel leuk om dat te herkennen. Want in jouw visie worden mensen dan minder als ze er zelf in gaan geloven? Is dat het einde? Nou ja, dan word je vaak een beetje overmoedig en dan, weet je, en dan word je wat gemakzuchtiger. En dan, of je gaat denken dat het echt allemaal waar is wat ze over je zeggen. En dat je echt zo geweldig bent. En meestal valt dat allemaal wel mee, toch? Of niet? Kon jij als jonge jongen omgaan met de heldenverering die ook hoort bij een spits van Ajax die topscorer van Europa is? Nee, daar kon ik helemaal niet bij. Nee? Nee, vond je niks? Nee, maar ik was ook vroeger, ik ben nog steeds wel, maar vroeger was ik echt heel verlegen. En onzeker met name. En als je dan in één keer... En ik woonde in Amsterdam-Oost. Het is een volkswijk eigenlijk. Niks mis mee. Maar iedereen kende elkaar, weet je. Dus van die gemeenschappen bijna. Nou, en als je dan werd ik in één keer heel anders bekeken of zo, weet je. Dan kreeg ik zoveel aandacht van... Ja, dus Wimpie, die woonde om de hoek hier bij mij. En, Ajax 1. En dan gingen ze je aanspreken. Daar werd ik echt doodmoe van, hoor, op een gegeven ogenblik. Ja. En wij gingen met die bij Ajax... als je bij Ajax speelde in de jeugd... dan kreeg je een hele grote voetbaltas. Ik werd zeg maar in 1974 of 73 lid van Ajax. Toen was ik... Nou, dan was ik 11 of 12, denk ik. Ja, ik ben nu 58. Rekenen kan ik niet zo goed. En dan kreeg je zo'n grote voetbaltas. Zo groot, zo hoog. En daar stond een heel rode tas. Pontificaal op Ajax. Europa Cup winnaar. 71, 72, 73. En dan kwam ik met die tas in die tram. Want ik ging met de tram naar Ajax, weet je. Met de tram 9. En dan had ik altijd het idee, oh, nu zit iedereen me te bekijken, weet je. En direct zou iemand gaan zeggen, oh, heb jij ook de Europa Cup 1 gewonnen dan of zo? Weet je, en dat vond ik echt een belasting. Nou ja, goed, en op een gegeven moment, jaren later, dan ga je er een beetje aan wennen natuurlijk allemaal.
dat dat gewoon is. Hey, want je bent hier, ja, ik ga niet zeggen niet vanwege heldenverering, maar wel omdat iemand ons benaderd heeft. Oké. Okay. Die groot fan van jou is. Ja. Dat heb ik je wel verteld van tevoren. Ja, dat heb je wel verteld. Ik kan nu heel verbaasd genoemd worden. Nee, anders dacht ik, anders komt die Wim niet. Ja. Maar er is een dame. Ja. Die woont in Hendrik Ido Ambacht. Ja. Ze heet Yvonne Pennings, is kapster. Ja. En haar leven lang fan van jou. Ik ga je nu uitnodigen in de show. Kom zitten aan tafel. Yvonne loopt nu achter de camera's langs. Goeie dit is Yvonne, dit is Wim. Dag. Dag. Hallo. Yvonne, leuk. Goed dat je er bent. Ja, live op reur.nl en je kunt vragen stellen en meedoen en doe lekker mee, zou ik zeggen. Yvonne, jij bent kapster. Ja. Jij bent ooit in de ban geraakt van Wim Kieft, hè? Ja, hoe is dat gegaan? Klein meisje. Hoe is dat gegaan? Mijn vader die is de grootste fan van een andere club. Waar hij van welke club dan? Van Ajax. Dus ja, zodoende moest ik natuurlijk iedere week zondagavond Studio Sport. Oh en, altijd gekeken. En zo dacht ik, god, wat, leuke man. Ja. En dat is altijd zo gebleven. Ja. Dus. Dat gebeurt toen je een jong meisje was. Ja. Nu ben je heel veel jaren verder in het leven. Dan is er corona en kun je als kapper niet meer werken. Nee. Toen ben je gaan schilderen, hè? Toen dacht ik, ja, dat heb ik jaren geleden ook een hele tijd gedaan en mee gestopt. En op een gegeven moment kregen we de tweede lockdown. Ik dacht, nou ga ik het weer oppakken. Ik ga portret schilderen. En wie kwam er aan? Toen dacht ik, meneer Kieft eens proberen. Oh, en dat is gelukt. Hey, en hoe ga dus je mijn dan eerste portret. En gelijk, hoe ga je dan te werk? Pak je dan een foto of hoe doe je dat? Ja, wel met een foto van zijn boek. Dus van internet geplukt. En van zijn eerste boek. En dat lukte. Dus zodoende. Je hebt hem meegenomen? Ik heb hem meegenomen. En Wim is gekomen, speciaal daarvoor. Dus ik zou zeggen, geef hem dat. Ik heb het begrepen. Ja. Dan maar. Alsjeblieft. Ik ga het wel even overmaken. Dat leuk. Lief van je. Ja, nou moeten we kijken. Ik hoop dat ik het mooi vind. Zal ik hem vasthouden, Wim? Het was wel een we hebben heel lang erover gedaan om er een mooie foto van te maken. Oh, echt van waar? Die koffer van het boekje. Dus ik Ja, en dan moet de man die vroeger een beetje een hekel had aan heldenverering. Oh ja, dat is wel heel mooi. Dat ziet er, ja. Gaan we op die camera maar even laten zien. Kijk je in? Ik vind hem wel mooi. Laat hem even in beeld zien. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, is mooi, Wim. Wat er mooi aan is en dat was ook de bedoeling, niet de bedoeling, maar dat was een beetje. Het gaat nu allemaal heel zwaar worden en dramatisch. Maar dat was net na mijn, dat ik aan het herstellen was, zeg maar, van mijn problemen. Ja. En die ogen, die zijn wel, het zijn een beetje trieste ogen. Ja. Maar zo voelde ik me ook toen. Ja. Weet je, dus, dat heb je echt heel mooi gedaan. Ja, dank je. Ja, absoluut. Dank lief je. Van jou. Ja. Ja, hartstikke leuk. Graag gedaan, uiteraard. Prachtig. Ben je zelf tevreden, Yvonne? Ja, zeker. Ja, zeker voor de eerste keer. Ja. Leg maar neer. Voor de eerste keer? Hoe ja, de eerste keer een portret. Oh, dus, ja. Dus. En schilder je veel dan? Ik heb het wel heel veel gedaan. Maar dat was meer bloemetjes en landschapjes. Oh ja, en nu geen stapje en verder. En nu dacht ik, ik ga het ga portretten doen. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ga je meer maken, Yvonne, denk je? Sorry? Ga je meer maken van dit soort dingen? Ja, en nu is de vraag, als je er ook heen wil. Nee, zeker niet. Nee, je moet je plek in. Wie staan er wel op jouw lijstje? Serieus? Wie heb jij nog in je hoofd? Ik ben ook heel erg fan van Lenny Graffits. Dus dat jullie daar nog connecties mee hebben. Dan wordt dat mijn volgende project. Volgende week het erin spreken. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Hey, en je kapperszaak, moet je je knie knippen dan vandaag? Ja, die heb ik. Ja, ik heb wat afspraken verzet. Afgelopen zondag. Oh, en, beetje doorwerken vanavond laat nog. Klopt. Ja, ik werd benaderd door een vriendin van haar, Miranda. Ja. En die zei, ze komt niet, want ze moet die mensen knippen. Ja. Doe ze normaal, nu komt ze wel. Je moet weer inkomsten weer inhalen natuurlijk heel in deze barre tijden. Ja. Ja. In Rotterdam zit je? Nee, in Hendrik Ido Ambacht. Ja, daar komt Wim Jansen vandaan. Heeft hij Jansen jaar lang gewoond. En Wim van Aardigem heeft daar ook gewoond. Ja, die woonde naast elkaar. Ja. Ja, dat weet ik ook wel. Okay. Dus daar, gaat het goed met je zaak weer? Ja, heel druk. Gelukkig wel. Dus 3 maanden niks gedaan. Dus dan, hoe zwaar is het geweest eigenlijk? Ja, ik heb een uitkering gekregen. Dus weet je, ik heb geen pand. Ik doe het, ik ga naar de mensen thuis. Dus ik heb geen pand. Dus ik heb verder geen kosten. Dus dat was. Okay. Kom je thuis? Ja, ik kom bij iedereen thuis. Ja. Okay. Amsterdam is net te ver.
Ik had al een... wat gelul allemaal dit. Maar ik word morgen geknipt. Oh, wat leuk. Ja, dan wil ik de mensen gewoon even meegeven. Dat is best wel belangrijk. In Haarlem woon je tegenwoordig. Ik woon in Haarlem. Nee, er komt ook iemand thuis. Echt waar? Ja. Wat mooi. Hoe ga je het laten doen, Wim? Nu je toch zo open bent. Wat er een beetje model weer in komt. Ja. Ja. Ik had eigenlijk donderdag willen afspreken met jou, maar jij zendt altijd op dinsdag uit. Ja, donderdag ook, maar dan zijn we weer met een andere bezig. Ja, nou ja, goed. Hey Wim, er komen ongelooflijk veel vragen van kijkers binnen. Ongelooflijk zelfs. We hebben er gewoon met 3 geselecteerd en mensen zijn heel open op z'n Rotterdam, zou ik bijna zeggen. Ja. Henk zegt, drink je wel eens een biertje of wijntje of drink je helemaal niet meer? Nee, ik heb besloten dat maar niet meer te doen. Helemaal niet? Dat is al zo vaak mislukt. Oké, daar ben je ook weer eerlijk over. Dan beginnen we weer helemaal overnieuw. Dan kan je weer zo'n schilderij maken. Ja, nee. Ellie Bussen zegt, ik heb het gevoel dat VI veranderd is. Na dat gedoe met Aquasi, minder en een andere sfeer. Ervaar je dat ook zo? Nou, ik vond in het begin een beetje, zeg maar, de eerste uitzending na de zomer, weet je. Want er was nogal een hoop gebeurd natuurlijk met de heren die nooit meer met elkaar zouden samenwerken, maar er weer keurig zaten in begin augustus. Over principiële uitlatingen gesproken. Maar ik had altijd wel weer het idee, dat komt wel weer goed, want ze vinden het allemaal veel te leuk. Nou nee, ik heb de laatste tijd juist weer het gevoel echt wel dat het weer helemaal... Dat heb ik ook als kijker. Jij van Hooydonk is nog wel eens aan de beurt, heb ik begrepen. En Ronald de Boer en Qatar, dus Johan is wel weer helemaal... En nu moeten de Wijnaldums en die moeten allemaal dan weer een statement gaan maken, dus... Ja, ik vind het op zich wel leuk, want ik vind het wel, weet je, er moet nooit over de scheef gaan. Racisme of wat dan ook, of seksisme of wat dan ook. Maar ik vind het wel leuk als je een beetje het randje opzoekt af en toe. Dat is ook wel moeilijk op televisie, hè? Want dan is het er overheen gaan ook vaak dichtbij. Ja, maar dat maakt het natuurlijk ook spannend om naar te kijken. Kijk jij altijd, Yvonne? Nee. Nooit? Nee. Nooit. Ik ben wel vrijdag 's avonds veel bij mijn vader en moeder. Dan moet mijn moeder haar doen. En mijn vader die kijkt natuurlijk standaard wel. Dus, jij moest altijd met je vader zeg maar, naar de Studiosport kijken. Kinderen trauma's zijn overgehouden. Mijn vader kijkt naar alles wat groen is. Oh, dus als het beeld groen is, dan staat en het op. Hoe oud is je vader, vraag maar? Bijna 80. Oké. Okay. Ja. Goed zo. En je moeder leeft ook nog? Ja, gelukkig wel. Okay. Die is 78. Ja. Ja, mijn moeder is... Ja. Nou, we toch bezig. Mijn moeder is 88 geworden. Echt waar, Wim? Nu in januari. Woont zij nog wel in Amsterdam? Ja, zij woont in Amsterdam. Zij is, zeg maar, waar ik ben opgegroeid, zeg maar, in de Slebenstraat in Amsterdam. Dat is de Indische buurt. En zij is daar geboren, ook in die buurt. En nu woont ze er nog steeds, straat verderop, zeg maar. Danny vraagt, waarom ben je nooit verder gegaan in de voetballerij, los van te analyseren als trainer of in een andere rol? Nee, daar hou ik niet van. Nee? Nee, ik hou er niet van om de hele dag mensen te moeten aansturen. Ik ben al blij als ik mezelf kan aansturen elke dag. En dan kom je in zo'n teamverband ding van, zeg maar, ik was spitsentrainer onder Fred Rutte bij PSV eventjes. Maar dan moet je dus elke dag met die trainers alles gaan doornemen. En dan, dit is jouw taak en dat is jouw taak. Terwijl ik dacht, nou ja, het enige wat ik wil is gewoon een beetje met spitsen. Gewoon met jongere spitsen gaan doen. Kijk, als er eenmaal het eerste zitten, dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. Dus dat vond ik wel leuk. Maar het is niks voor mij, joh. Nee, dat is niks voor mij. Dan de belangrijkste vraag, althans niet de belangrijkste, maar dat houdt deze regio wel bezig. Ruud Spruit, wat wordt de uitslag bij PSV Feyenoord zondag? Jij weet het, Wim. Jij bent een echte kenner aan tafel. Ik hoop... We zijn in Rotterdam, hè? Ja, we zijn in Rotterdam. Nee, ik hoop echt oprecht dat Feyenoord wint. Waarom? Nou, dat ze toch die tweede plek een beetje in zicht houden. Hoewel dat wel heel erg moeilijk lijkt om dat te behouden. En, nou ja... Ik heb niet zoveel met PSV. Heb je gespeeld, man? Ja. Heb je de Europa Cup mee gewonnen? Nee, dat weet ik wel. Nee, maar die club, daar heb ik ook het gaat me niet om die club zelf, want daar heb ik best wel warme gevoelens voor gehad en nog steeds heb. Maar het is meer dat hele Roger Smit verhaal, daar word ik doodmoe van. Zo die training? Ja, ik heb zoiets, weet je, wat me steeds meer gaat irriteren. We hebben
een of andere Duitse voetbalprofeet binnengehaald hier. En wij hebben de manier waarop wij voetballen in Nederland, hebben we zo ontzettend veel mee bereikt. En het is heel specifiek hoe wij voetballen, aanvallend en avontuurlijk en mooie technische spelers en noem maar op. En nu komt er een Duitser die gaat ons een keertje vertellen hoe wij geacht worden om te voetballen in Nederland. En weet je, als je daar nou wat van terug ziet, dan zou dat leuk zijn. En dat zie je niet. Dus ik hoop dat Feyenoord wint. Dat is mooi. Dit wordt niet uitgezonden in Eindhoven, toch? Nee, maar, ja, maar, nee. Nee, maar die internetkabels die stoppen we gewoon zodat we wat braven. Ja. Dankjewel, Wim. Ja, nou, dat was hartstikke leuk. Voor jou dat we zijn, Yvonne. Ja, dankjewel. Nou, laten we eindigen met het shot met jullie twee. Ja. In het midden bij Yvonne en Wim. Kan dat op die camera, alsjeblieft, Wim? Lukt dat? Welke camera? Ja, deze. Yvonne ja. Pennings. Ja. Wim Kieft. Goed dat jullie er waren. Er zijn. Yvonne. Ja. Ja. Lenny Kravitz wordt de volgende. Lenny Kravitz. En vanavond Champions League met Wim Kieft. Juventus Sporttop. Wat wordt je eerste statement, Wim, vanavond? Weet je wat het is? De eerste vraag gaat altijd naar Joost. Dan is het tijd voor de reclame. Ja. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het kijken en tot donderdag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl.